In een groep. Deze gaat samen met zijn soortgenoten op jacht om grotere prooien te kunnen vangen, zoals konijnen, fazanten en hazen. Deze kunnen dus samen op jacht en we noemen ze ook wel liefkozend de wolven van de lucht, omdat ze dus samen jagen en samen functioneren. Nou vragen veel mensen zich af, waarom zitten de riempjes aan deze vogel? Nou, zullen we ze kunnen vasthouden bij de dierenarts, maar het is tegelijk de turbo. Op het moment dat je zou jagen met zo'n vogel, kun je hem dus bij de riemen nemen, bij de werpriemen vanuit de valkerij, en hem dus werpen achter de prooi aan. Want als je zou jagen met zo'n vogel en de prooi gaat er vandoor, dan moet hij best wel een vliegende start hebben om nog kans te maken op die prooi. Dus geef hem gewoon een zetje mee. Vinden die vogels ook trouwens erg leuk. In Amerika jagen ze met sperwertjes. Die stoppen ze ondersteboven in een borstzakje en die gooien ze als tappijl achter de sperwers aan. Of achter de spreeuw aan, zodat ze ietsje sneller zijn. Daarnaast zijn het hele handige riempies om ze te werpen naar de plek waar je ze wil hebben. Stel ik wil zeggen, ga in de boom! Nou, dan gooi ik hem in de boom. Hij komt gewoon terug, dit is een metalen acteur, geen zorgen. Pintje! Hallo? Hij is trouwens niet zindelijk. Sorry alvast als hij toch wat doet. Woehoe! Oh, dit is echt heel erg leuk, ik ga hem nog een keer doen. Oh, hey, kom hier. Kom, ben je nog een keer in de boom? Deunt veel leuker. Dit is ook hoe zo'n vogel jaagt. Ze gaat woehoe in de boom. Oké. Zo gaan ze dus op jacht. Zo vangen ze een prooi met hun enorm goede zicht. Nu hebben we twee extra handschoenen. Kom maar tuin. Hey, hop. 1, 2. Niet die meneer raken. Oké, hop, hop. Hop, hou niet tegen. Hallo. Tuin. Dit is niet de deal. Dit is een kind, daar kun je op landen. 1, 2, hallo. Hopla, heel goed. Goed omhoog houden. Omhoog. Ja, viel zag? Nee, hè. Deun weegt ongeveer 550 gram, dus dat is een heel klein vogeltje. Want hoe zwaarder je bent, hoe makkelijker je neerstort. Ja, kom maar. Dus die vogels zijn licht, die hebben holle botten, holle veerpennen, zodat ze zo makkelijk mogelijk kunnen vliegen en zo min mogelijk energie hoeven te verbranden. Heel simpel, deze vogeltjes zijn best handig in jagen. Nou is onze Teun een mannetje. Nou, dan kun je het zelf wel. Hier is mijn tas. Nou is Teun een mannetje. Dat noemen wij een tarzel. Komt van het Franse woord tiercel. Weegt ongeveer 550 gram. En tiercel betekent 1/3. Want die mannen zijn 1/3 kleiner dan de vrouwtjes. Komt ie maar weer. Die mannen die zijn 1/3 kleiner dan de vrouwtjes.
En we hebben drie mannen, Teun, Ties en Tony. We zijn mega creatief met namen. Mag je aan de hand doen, Rut? Ja, heel goed. Ze durft niet. We hebben iemand die het wel durft? Ja, kom maar. Je moet eerst daarheen. Ik denk, jongens, ik ben heel mijn verhaal kwijt. Mannetjes, weet je hoe een vrouwtjesroofvogel noemen? Mag je alleen tegen een roofvogel zeggen, anders is het niet beleefd. Die noemen wij een wijf. En die wijven zijn groter en sterker dan de mannetjes. Want die mannetjes gaan op jacht, die vangen de prooi. En die vrouwtjes, doe maar daar lachen. En die vrouwtjes zijn groot en sterk en bewaken dus het nest. Zal ik hem meenemen? Ja, ik heb hem hoor. Die zorgen ervoor dat het nest wordt bewaakt en dat die jongen dus niks tekort komen. Hebben we nog iemand of blijft vogel hier zitten? Woep! Ja, maar dan blijven we heel de dag gaan vliegen en ik heb er nog meer bij. Oké, komt je al. Woehoe! Teun heeft er altijd zin in. Wat kan ik meer zeggen over Teun? Is een mannetje, is een barseltje, is klein en fijn. Hele leuke vogel om mee te werken, sociaal. Hallo, 1, 2, hop! Kijk, daar zijn ook die riemen voor. Even vasthouden, zodat we ze veilig kunnen wegzetten. En dan hangt er nog een gek blauw kastje aan. Dat blauwe kastje is een GPS-zender. Op het moment dat die vogel zou schrikken en te ver weg zou vliegen, uit ons zicht zou raken, kunnen wij met de GPS-zender altijd weer veilig ophalen. Een neushoornvogel? Ja, dat klopt. In welke film speelt deze vogel? Lion King. Dit is de enige echte Zazu. Het is inderdaad een neushoornvogel, een heel klein soort. Ze weegt 150 gram en is een gekroonde tok, ofwel tokkievogel. Dit is dus de enige echte Zazu. Hij is niet groot en blauw. Oeh, een wandelende vlag. Dat is heel raar, hè? Deze is niet groot en blauw. Hij kan ook niet met leeuwen praten. Nee, deze vogel is een kneusje verstoten door zijn ouders. Wij hebben hem gered, want wij zijn mensen. We willen alles verzorgen en grootbrengen. Dus inmiddels is onze Zazu 5 jaar oud. Dus dat is best oud voor een vogel die eigenlijk niet helemaal goed is. Kapotte veren, daar hoort zo'n staart aan te zitten. Die is ook kwijt. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed met Zazu, ondanks dat het niet echt een hele goede vogel is qua genetica. Maar we houden heel veel van haar. Hop hop, niet te veel bij iedereen gaan zonnen nu. 1, 2, hop. Goed zo. En zo gaan ze dus takje van takje, boompje, kapot. Hallo, kom. Ja, zonnepanelen inschuiven? Nee. Je mag thuis weer zonnen. Hopla. Zo gaan ze dus boompje van boompje, takje naar takje, op zoek naar de lekkerste insecten. Ze eten wormen, ze eten krekels en ze eten allerlei andere beestjes. En die vangen ze niet met die grote klauwen, want hij heeft maar pakietenbootjes. Die vangen ze met die grote snavel. Want die snavel is hun wapen. Met die snavel eten ze hun eten. In het wild zouden deze vogels elkaar opsluiten op het moment dat ze gaan paren en baby's krijgen. Hop. Zo, is dat zo? Hop. Hop. Oh jongens, niet allemaal instorten. Geen slappe takken. Ja? Als ze maar gewoon van eten houden. Zo kun je dus ook mensen trainen. Mijn man die doet alles voor een stukje steak en een hoopje patat. Kom maar, woe! Dat is leuk. Kom maar, dat is een grote afstand. Hop. En zo kun je dus echt alles trainen wat je kan verzinnen. Als ze maar gewoon zin hebben in eten. En je hun vertrouwen hebt gewonnen. Als je een beetje eigenwijs. Zijn vrouwtje, die luistert niet zo goed. Kan beter mannetjes trainen. En Raya is zo volwassen. Nu Steinbouw zit een vrouw. Oh, als ik zo'n batterij erin krijg. Hopla. Die is dus een beetje groter en een beetje sterker. Want deze vogel is wat ouder, wat behendiger. Gaat al ietsjes langer mee. En gaat tussen jullie dadelijk op jacht. Want deze vogel jaagt tussen de bomen. Oh, we zullen even kijken mevrouw. Ze komen dichtbij. Bent u het bosje. En zijn zowel Sarah als ik de prooi. Dus zij duikt tussen jullie door. Op zoek naar de lekkerste hapjes. En zoals je dan kan zien is zij heel erg wendbaar. Is ze nog aan het eten? Is ze heel erg wendbaar. Ze heeft een mooie lange staart. En met die lange staart kan zij heel goed sturen. Veel mensen maken vaak de vergelijking met een Europese buizerd. Maar deze vergelijking die klopt natuurlijk niet. Want deze vogel is een echte jager. En onze Europese buizerd is eigenlijk een beetje een luie aaseter. Dus deze vogel gaat actief op jacht. Vangt ook bewust grotere prooien. Hij gaat zo op pad.
Veel mensen vinden dat ze heel boos kijkt. Zo zit haar gezicht gewoon het lekkerst, want ze heeft hele zware wenkbrauwen. Die wenkbrauwen zet zij in, woehoe, tegen de zon. Want als ze elkaar omhoog gaat vliegen, op de thermiek gaat jagen, dan heeft het natuurlijk, oh, al zijn haar weg. Dan heeft het natuurlijk helemaal geen zin als je prooi niet meer kan zien. Dus het is heel belangrijk om die oogklepjes, die wenkbrauwen te hebben, zodat je prooi kan blijven zien. Dat je ogen zijn beschermd tegen de zon. Nou heeft ze hele grote gele poten. Die gele poten hebben niet alleen als functie om de prooi te grijpen. Die gele poten zorgen er ook voor dat ze mooi hoog op een cactus kan zitten, zonder dat die cactus haar in de billen prikt. Ook daarvoor hebben die gele poten een functie. Nou is deze vogel dus een stukje sneller, wendbaarder dan onze eigen vogels. Ik vergelijk haar dan ook vaak met de Europese havik. Een vogel met een lange staart, een snelle, sterke vlucht. En vangt actief grotere prooien. Raya, hallo! Wee, zo. Leuk hè, van dichtbij. Nou, hele fijne vogel om mee te werken. Sociale roofvogel. We jagen er ook, of we vliegen er ook wel eens mee in groepjes. Ze worden alleen niet meer actief ingezet in de hedendaagse valkerij. Echter wel in de overlastbestrijding. Dus ze worden nog steeds ingezet bij bijvoorbeeld de McDonald's. Om te zorgen dat de kraaien, de kouwen en de meeuwen daar allemaal wegwezen. Want als deze vogels rondvliegen, is het natuurlijk pure paniek voor de wilde vogels waar we last van hebben. Ho, niet mee gooien. Weer kapot. Wat ik ook altijd heel leuk vind om te demonstreren, is hoe deze vogels echt heel erg wendbaar zijn. Dus ik ben op zoek naar twee volwassen mensen, of even grote mensen. Leg eventjes de arm om die persoon heen. Ja, leuk. Kom maar deze kant op. Anders leg je je tas eventjes bij Sarah, die past er wel op. Mogen jullie deze kant op komen? Ja hoor, jullie kennen elkaar goed? Top. Mogen jullie hier zo tegenover elkaar staan? Ja, kom maar, deze top. Tegenover elkaar staan. Mag je een cirkel maken met de handen? Beetje dichterbij. Kan de vogel daar doorheen vliegen? Wauw, fantastisch. Vonden we dat interessant? Vonden we dat heftig, spectaculair? Nee. Oké, mogen jullie de voorhoofden tegen elkaar leggen? Laat de armen maar hangen. Klein beetje draaien. Ja, dat is wel leuk. Raya, kom maar. Wee, yeah, wat leuk. Vond ik nog steeds niet heel erg interessant. Jullie mogen nog een keer de voorhoofden tegen elkaar leggen. Beetje dichterbij, beetje dichterbij, beetje dichterbij. Ja, dat moet lukken. Eén, twee, kom. Ja, en zo gaat Tess en Woestijnbuis op jacht. Ze duiken tussen de bosjes. Door de bomen. Was het applaus voor de vogels of voor mijn hulp? Beetje van beide, we laten het midden. Hartstikke bedankt, jullie mogen terug. En twee, op. Ha! Ah, kwijt. Dag. Want deze vogel wil niet weg. Want ik heb lekker eten. Nu krijgt zij dus lekker een hoppie. Ga ik kijken of ik die zender eraf krijg zonder dat ze mij bijt. En nu is deze vogel dus aan het mantelen. Ze slaat haar vleugels om de prooi heen, om de prooi af te schermen van jullie, want anders eten jullie haar eten op. Dit is dus een manier om te zorgen dat niemand ziet wat ze eten heeft, want dan wordt het ook niet afgejat. Dus deze vogel is weer geen roofvogel. Deze vogel is wederom geen uil. Even wachten. Haar naam is Kobe en ze heeft een hele grote bek. Want onze Kobe is een Zuid-Afrikaanse hoornraaf en wandelt daar over de grond. Op zoek naar slangetjes, hagedissen. Daarvoor heeft ze hele mooie platte wandelvoetjes. Waarmee ze heel goed kan wandelen. Want dat is wat ze voornamelijk doen. Ze lopen over de grond. Deze vogels zijn helaas met uitsterven bedreigd. Er zijn er nog maar 3000 van in het wild. En over heel Afrika is dat natuurlijk niet zo heel veel. Dus we willen deze heel graag beschermen. Wat doen wij dus? We hebben een man voor Kobe gezocht. Die hebben wij gevonden in Denemarken. Na 3 jaar zoeken, die hebben we helemaal geïmporteerd hier naar Nederland. Onze Kobus. Alleen toen wij Kobe en Kobus gingen koppelen, ging Kobe in de hoogste boom zitten. Ah! En Kobe is dus gewoon als de dood van mannen. Helaas. Dus Kobus is verhuisd naar een collega. Die heeft 2 hele mooie vrouwtjes. En dat gaat gelukkig heel goed. Dus Kobe gaat gewoon met ons mee als ambassadeur voor haar soort. Om te laten zien hoe ongelooflijk leuk deze vogels zijn. Er zijn gelukkig verschillende bedrijven die ze echt wel bewust beschermen. Daarnaast heeft ze ook hele mooie wimpers. Die wimpers zijn niet om Kobus te versieren. Die wimpers zijn... Geen kinderen eten vandaag, nee.
Die wimpers zijn ervoor om alle viezigheid uit haar ogen te houden. Oh, een slaatje hoor. Had jij een graspriet? Die is vies, hè? Ja, kom. Die zijn om haar ogen te beschermen, die wimpers. Want die hebben dus ook gewoon een functie. De vraag die ik heel vaak krijg met deze vogel is of dat die ook kan vliegen. Wat denken jullie? Kan die vliegen? Ja! Wie zegt ja? Ik. Wie zegt nee? Ik niet. Kan gewoon vliegen. Want als dit over de savanne wandelt en Simba en zijn vriendjes komen eraan, dan is dit gewoon een wandelende snack, want echt hard rennen kan ze niet. Hallo! We gingen vliegen. Kobi, hallo. Dus ze kan gewoon vliegen. Het is niet mooi, het is niet charmant, het is gewoon heel erg functioneel. Het maakt een hoop herrie. Maar ze kan het dus wel degelijk, want als er gevaar dreigt, moet je natuurlijk gewoon maken dat je wegkomt. Dan kunnen wij Kobi heel makkelijk laten landen op onze blote arm. Simpele reden, ze heeft kippenpootjes, geen roofvogelklauwen. Want haar wapen is haar snavel. Zij vangt haar prooi met die grote bek. Daar kan ze heel hard mee hameren, heel hard mee knijpen. En dat is dus Kobi's wapen. Vind je nog één? Heel goed, ook rustig. Rili. Hij heeft zijn eten laten vallen. Eet weer op. Oké, mag je weer naar Sarah vliegen? Wee! Dus als er gevaar dreigt, kunnen ze wel degelijk vliegen. Het kost alleen wat meer energie, want ze zijn gewoon heel erg groot en onhandig. Zoals ook al gezegd, hè, ze eten slangen, hagedissen. Hij pakt hem vast, hij gaat ermee schudden. Hij breekt de rug van die slang, zodat ze hem veilig kan opeten. Het is een echte nepslang. Hij is van rubber, hij is echt van rubber. Oké, natuurlijk gaan we geen echte slangen geven. Dat is keizielig. Oh, slide in. Van mij, haha. Oké, nou denk je, ze is lomp. Ze is onhandig, maar ze kan gewoon een sprintje trekken op het moment dat zij toch achter die slang aan wil. Ja. Dus ze kan nog best wel snel zijn. Ze kan nog best wel wat tempo maken. Helaas is Kobi wel de laatste vogel van deze demonstratie. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie wel iets hebben geleerd. Zo, nou Kobi, iedereen klapt voor je. Heb je vast een goed tip gegeven. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Ik wil nog even meegeven. Kobi's slang is nu weg. Dus als alle heren even die rits checken, want zij gaan nu op zoek naar andere slangen. Ik zou het plezier waarderen. Wij zullen nog heel even blijven plakken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Kom ze gerust stellen. Dan zet ik Kobi even veilig op haar plek.
Die eet de saus, de halve staal, die is helemaal woud. Young dreams together, and
be afraid. It's on eBay. What I need you there for, darling, when is the young one on the run? We'll play it, Hank. Je hart, wat mooi, hè? Tell you what you want to do.